Kenny, ik heb het idee dat jij ieder jaar nog beter wordt. Heb jij dat idee zelf ook? Nou ja, beter worden. Ik heb de afgelopen jaren heb ik mijn disciplines een beetje verlegd naar de middellange afstanden. Ik heb een hele tijd heb ik op de 100 en 200 meter gefocust. Ja, en uiteindelijk was het tijd voor wel eigenlijk een beetje wat nieuws. Uiteindelijk weer teruggegaan naar de 400 meter en uiteindelijk ook 800 en 1500 meter eigenlijk erbij gepakt een beetje. Dus ja, daar ben ik wel. Dat werkt denk ik wel goed. Je moet gewoon blijven zoeken naar mogelijkheden, ja. En plezier. Ja, andere afstanden, maar ook met techniek bezig, met materiaal. Ja, techniek, materiaal. Het is ook met verschillende onderdelen. Kijken wat beter werkt voor het ene onderdeel. En ja, uiteindelijk ook gewoon handschoenen, banden, wielen. Je blijft bezig. Het komt elke keer, het blijft altijd ontwikkelen. Jouw eerste WK was 1998, echt een enorme tijd geleden. Dus ook ruime ervaring. Help die? Ja, dat denk ik wel. Je weet wat je kunt verwachten. Je hebt eigenlijk alles al wel een keer een beetje meegemaakt. Dat het goed gaat, dat het slecht gaat. Het is nooit makkelijk. Het blijft altijd een uitdaging om de goede mindset te vinden. Maar ja, de ervaring helpt daar wel bij. Maar het blijft ook het moment van de dag natuurlijk.